Het zijn schokkende onthullingen die de Indonesische website Tirto.id doet. Stoffelijke resten van opvarenden van zowel Nederlandse als Britse marineschepen, die illegaal zijn geborgen, zijn in een heel groot massagraf gedumpt op Oost-Java. Of ze zijn in zee teruggegooid. En wat de onthullingen nog schokkender maakt, is dat er geen letter valt terug te vinden in het officiële Nederlands-Indonesische onderzoek naar de affaire. Den Haag heeft geen idee hoe ze moet reageren. Het lijkt de komende dagen echt spannend te gaan worden hoe dit verder moet. Dat er geen woord van valt terug te vinden in het officiële onderzoek, ja, dat zit eigenlijk al een beetje besloten in de vraag waarmee de onderzoekers op pad zijn gestuurd. Die belangrijkste vraag is, wat zou er kunnen zijn gebeurd? Ja, dat is een hele vrijblijvende vraag in plaats van, wat is er gebeurd? En uiteindelijk heeft het Indonesië de ruimte gegeven om op een hele procedurele manier te antwoorden. Nee, er was niks van terug te vinden in rapportages en nee, de autoriteiten wisten van niks. Maar dat lijkt een manier waarop er heel veel waarheid is versluierd.